veen steken. Dat is wat ze al eeuwenlang doen in Vinkeveen. Met de hand, maar later ook met deze veensteekmachine. Het is de laatste nog werkende in Nederland. En dat is wel een museum waard, dachten ze in Vinkeveen. Ja, dit is echt het topstuk van de collectie. Maar het museum barst uit zijn voegen. 10 jaar lang zijn museumdirecteur Maarten Kentgens en de gemeente al op zoek naar een nieuwe locatie. Ze dachten er een gevonden te hebben in het nog aan te leggen recreatiegebied Mariekeland. Maar door Mariekeland zette de rechter een maand geleden een streep. In het begin is het even heel onwerkelijk. Een behoorlijke klap. En ja, daarna, het leven gaat door. Je moet je toch even herpakken. En dan ga je snel nadenken, oké, en wat nu? Nou, daar wist de plaatselijke CDA wel wat op. Want had de gemeente niet een mooi braakliggend terrein aan de plas? Ja, dat heeft ze. Het is de Klinkhamer aan de Baanbrugse Zuwe. Het kerstverse raadslid Rijn Kroon ziet het al helemaal voor zich. Stel ik me er zo voor dat er ook het restaurant erbij, eventueel een VVV. En dan toerisme gewoon hier aan kan meren en kijken wat de cultuur en hoe dit hier tot stand gekomen is. Er moet officieel nog een locatieonderzoek gedaan worden, maar dat is een formaliteit. En zo krijgt het museum naar alle waarschijnlijkheid toch een plekje. Afspraak is afspraak en daar gaan we ons aan houden. Dus ik hoef geen museum met marmeren deuren, maar ik wil wel een museum wat duurzaam en wat voor de komende tientallen jaren gewoon staat. Het budget is 2,3 miljoen euro.